Een andere vorm van zorg op het Limburgse platteland hier in Midden-Limburg is de kavelruil. Ze zijn de breed verspreide kavels zijn ze aan het proberen om die weer terug te brengen. Goedemiddag, meneer Biemans. Goedemiddag. Wat houdt kavelruil in? Kavelruil betekent dat belanghebbenden proberen grotere kavels te krijgen. Een groter huisperceel of een groter perceelsblok. De bedoeling is om door schuiven van percelen grotere kavels te krijgen. Zodat bijvoorbeeld het huisperceel van deze boer veel groter wordt. En dat het voor een melkveebedrijf van hele grote betekenis. Dat wat nu agrarisch gebied is, blijft agrarisch gebied? Ja. Alleen je gaat schuiven zodat de boer makkelijker gebruik kan maken van zijn landerijen? Efficiënter gebruik kan maken van zijn landerijen. Vanwege dat de perceelsgrootte vergroot wordt. Althans, dat is het doel. Bovendien is de bedoeling om hier langs de sloot nog veegpaden te leggen. Wat zijn dat? Veegpaden, dat zijn onderhoudspaden van het waterschap. Dus ook het waterschap doet in deze kavelruil gewoon mee. Overigens, wat de groene plekken betreft, dat zijn bossen. Dus we gaan hier al geleidelijk aan naar een bosrijkere omgeving. Hier ligt het afwater in het kanaal. Ja. En de bedoeling is dat ook hier meer natuur wordt ontwikkeld. Dus dan krijg je landbouw en natuurontwikkeling. Maar als je deze landbouwgronden weghaalt en daar natuur van maakt, wat betekent dat? Dat betekent toch dat de landbouwgrond dan verloren gaat voor de boeren? Dat betekent dat landbouwgrond wordt omgezet in natuurgrond. En dat kan ook commerciële natuurgrond zijn, dus percelen met agrarisch natuurbeheer. Ja. Dat kan. Wat betekent, hoe gaat dit gebied er in 2020 uitzien? Ik denk de bedrijven die er dan nog zijn met veel grotere perceelsblokken, huispercelen en met veel meer natuur. Met name in de buurt van de afwaterkanaal veel meer natuurontwikkeling. Dat denk ik. Zeg, en dan hebben die een boer die hier in het gebied woont, die interessant is om eens een praktijkpraatje mee te houden. He, u zit aan de plannenkant, maar een man uit de praktijk. Ja, want de kavelruil die ontstaat door initiatieven van belanghebbende partijen in het veld. En in dit gebied is op dit moment, zijn enkele bedrijven hebben initiatief genomen om met elkaar erover te praten. Met name Harry Haar-Frenke. Haar-Frenke. Haar-Frenke zit in dit gebied waar we nu staan. En hij heeft met een aantal mensen die gronden in percelen in de buurt liggen, is hij in bespreking om een vrijwillige kavelruil van de grond te krijgen. Ik mag dat begeleiden. En dan ga ik eens naar Haar-Frenke, zei u, hè? Ja, Haar-Frenke. Op het land van Har is het toch, hè? Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, en dat erachter is jouw huis? Ja, dat is onze boerderij. Dus het is het land naast je huis? Ja. En de huiskavel. Dit is jouw huiskavel. Ja. En het stuk land hiernaast? Dat is van de buurman. Dat is van je buurman? De buurman, ja. En daarnaast? Komt de andere buurman. Ja. En dan komen wij weer. Ja. En dan komt de andere buurman weer. En zo is het een puzzel. Zeg, en daarom doe je mee aan dat kavel, dat ruilkavelproject? Ja. Dat komt, we hebben in 1966 hier een ruilverkaveling gehad. Ja. Nou, er zijn in die periode een groot aantal mensen gestopt met hun bedrijf. Er zijn nog een groot aantal mensen die hebben takken afgestoten. Dus die hebben geen koeien meer, maar bijvoorbeeld tuinbouw of akkerbouw. En zodoende krijg je een situatie dat sommige grond niet meer geschikt is voor het bedrijfstype. Dus als je sperges wilt hebben, dan zul je hoge, warme grond moeten hebben. Ja. En zo komt het dat mensen toch om willen steken, dus willen ruilen. En dan gebeurt dat wel op kleine schaal al gewoon van jaar tot jaar. Maar de zaak is nog te zeer versnipperd. Ja, het verkavelingsprobleem is eigenlijk een logistiek probleem.
Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld 10 kavels en als ik die terug kan brengen naar 3, dan kan ik transport uitsparen. En transport zijn kosten. En zo moet je dat eigenlijk zien in het groot voor alle en bedrijven. Moet je als boer op al die kosten letten? Ja, we zijn uitgeleverd aan de macht van de consument. De consument bepaalt op dit moment aan de prijs wat hij koopt. En ik moet zorgen dat ik mijn prijs zo laag mogelijk hou. Mm-hmm. Kijk nu maar, we hebben de prijzenoorlog. Dat wordt gewoon op de kleintjes gelet. En als mijn product te duur is, ja, dan laten ze dat liggen. Maar dat is gevolg dat, bedrijven zullen stoppen. Kijk zo, het platteland zit op slot. Door al die regelgeving kunnen we nergens geen kant meer uit. Ook de natuur. Mm-hmm. Dus om een win-win situatie mogelijk te maken, hebben we gezegd, nou, we pakken dat zelf op. Wat voor dingen kunnen we initiëren om zowel de natuur en maar ook de landbouw een kans te geven? En middels een kavelruil kun je vrijwillig kiezen voor wat je in je toekomst wil gaan doen. Doe je niks, blijf je liggen, is het goed? Wil je zelf ergens anders naartoe verkaveld worden, naar betere grond? Of wil je misschien wel bos aan gaan leggen? Mm-hmm. Dan moet ik in die hoek zitten, want volgens het provinciaal plan mag dat wel. Daar wel en hier niet. Dus je neemt eigenlijk je eigen toekomst ligt gewoon in je eigen handen. En wil je in 2020 dus een landbouw overhouden in Limburg, dan zul je toch zelf initiatieven moeten nemen. En niet afwachten van ze komen het me wel brengen. Ja. Dus ik zou zeggen die iedereen aan de slag. Aan de slag. Ja. Nou, wij gaan ook aan de slag. Dankjewel dat we op het huisperceel mochten komen. Ja, dat is goed.